Ik ben Sven Harmsen, bondscoach van de Pony Junioren en de Jongrijders. Jullie zijn hier in Zwartebroek, waar ik samen met mijn vrouw Annemiek een dressuurspring- en trainingstal heb. En kom mee, dan gaan we kijken. Nou, dan hebben we hier de hal waar we een aantal foto's hebben hangen. En onder andere deze, toen het juniorenteam goud won in Hoofddorp in 2009. Met de koningin. Ja, we hebben natuurlijk, ik weet het niet precies, 13 of 14 medailles gehaald. Ja, mijn eerste jaar als bondscoach in Italië, de gouden medaille met de ponies, dat was natuurlijk heel erg mooi. De individuele medaille van Wesley Heidens, waar ik niet alleen bondscoach, maar ook privé-trainer van was, die was erg mooi. Lisa Noor dit jaar goud. Maar ook de bronzen medaille dit jaar in Polen, die eigenlijk toch wel onverwachts kwam. Waar de ruiters ver boven zich uitgestegen zijn. Ja, dat zijn wel hele mooie successen geweest. En niet te vergeten de gouden medaille in Hoofddorp natuurlijk met de junior in eigen land. Zo, nou, dit zijn de stallen. En de binnenbak, waar Annemiek aan het rijden is. Dat doen wij elke ochtend. Zijn wij samen aan het trainen. En dan hier hebben we alle dressuurpaarden van Annemiek staan. Ik ben wel hard. Ik eis het uiterste van mijn sporters. Maar ik geef zelf ook alles. Wie presteert en ermee bezig is, die heeft bij mij altijd de mogelijkheid om verder te komen. En wie er met de pet nagooit, hoeveel geld ze ook hebben, hebben geen kans bij mij. Dit is onze mascotte Wiebe. Dat is de dekhengst van de stal. Wiebe, dat is het vriendje van de paarden in de wei. Als we kijken naar jouw periode als bondscoach, wat zijn dan de belangrijkste dingen die jij jouw ruiters en amazones wilt leren en hebt geleerd de afgelopen tijd? Ja, dat ze in ieder geval heel bewust met deze sport bezig zijn. Dat ze weten wat ze ervoor moeten doen, maar vooral wat ze ervoor moeten laten. En dat ze natuurlijk de scholing en het dressuurmatige gedeelte, dat heel belangrijk is. Ik ben nu aan het rijden op Eustardo de Jaar. Dat is een 10-jarige Jazz. Mijn vrouw rijdt hier Prix St. George mee. En wat ik altijd doe, één keer in de week met de paarden, is lekker een beetje met ze galopperen en een keer een sprongetje maken. Waar het bij de jeugd nog vaak ontbreekt, die daar niet mee bezig zijn, alleen maar bezig zijn met springen en concoursen rijden. En die dan toch naar de jongrijders en meestal ook al naar de junioren het niet meer gaan redden. En waar ligt dat dan aan? Ja, omdat ze er niet mee bezig zijn. Je moet natuurlijk, dit is een beroep waar je goede affiniteit met je paard moet hebben. En ik ken ruiters die kunnen nog niet eens op- en afzadelen. Die kunnen hun eigen pony of paard niet verzorgen. Wat is op dit moment erg belangrijk in de ontwikkeling van jeugdige springruiters? Nou, ze moeten in ieder geval fysiek goed in orde zijn. En daar hebben wij programma's voor dat ze naar sportscholen kunnen, naar Papendal, overal. Dus daar zijn we bezig om ze daarin te begeleiden. Er wordt nog weinig gebruik van gemaakt, veel te weinig. Je hebt natuurlijk heel veel getalenteerde ruiters in Nederland, maar die niet de instelling hebben en niet alles ervoor willen doen. En je hebt iets minder getalenteerde ruiters die wel de instelling hebben en er alles voor willen doen. Nou, en die groep komt altijd het verst en gelukkig maar. Want anders zou deze sport koop zijn. En dat is hij gelukkig niet.